Gaan wij de komende dagen dan ook het verschil horen met dus de visie van Hugo de Jonge? Gaan we echt een ander CDA kiezen als we voor u of voor meneer de Jonge kiezen? Ik ben een complete andere mens dan Hugo. Het is een zeer gewaardeerde collega, net als ik een echte CDA'er. Alleen ik leg op een bepaalde manier de nadruk. Ik wil ook echt naast en tussen mensen instaan. Ze ook concreet ook gewoon helpen bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Hugo moet zelf vertellen wat hij daarvan vindt. En dan mag uiteindelijk het CDA kiezen. Ja, een ander onderwerp waar wij ook wel in lijken te verschillen met elkaar, is de samenwerking met Forum voor Democratie. Mm-hmm. PVV hebben we gedaan. Buitengewoon slecht bevallen. Onbetrouwbare partner gebleken. Dat is echt een gesloten boek. Maar als je die sluit u dus uit? Daar hebben we echt leergeld met elkaar betaald. Dat gaan we niet meer doen. Dat heeft de partij echt verscheurd. Okay. Forum voor Democratie, Thierry Baudet, is een nieuwe ster aan het firmament, zoals dat heet. Hoe dat uitpakt, hè, weten we niet. Henk Krol is van gigantische peilingen helemaal weggegaan. Dus hoe hij er over een jaar voor staat, ik weet het niet. Maar ik vind dat je altijd iedereen een kans moet geven. Hij zegt vreselijke dingen. Maar waarvan ik ook zeg, jongen, ga je mond te spoelen, zou ik tegen mijn jongens thuis zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik het veel interessanter om eens te achterhalen, waarom zijn mensen nou van hem gecharmeerd? En blijkbaar ben ik in staat om een alternatief te bieden. In 2017 was op mijn eigen dorp het CDA gewoon weer de grootste partij. Oké, dus PVV uitgesloten en voor heel Nederland. Forum niet. Ja.